Maar voor de echte mensen met smaak is het ginger cream, ja. De mensen, de onbegrepen mensen, de mensen die verder denken, komen met deze. Ginger. Vakkappel, welkom bij weer een mooie aflevering van Ché Mucha's. Vandaag gaan we koken met een interessante man. Eigenlijk is het een man die echt alles kan. Kijk, ik begin meteen te rappen als ik aan die man denk, want dat doet hij ook nog eens. Die man is een presentator. Die man is influencer. Die man is maatschappelijk betrokken. Die man is een baas. Die man is 2.0 van heel veel versies die 1.0 zijn. Ik heb het over de enige. De echt. Défano Holwijn. Mag ik een applaus alsjeblieft? Lekkere intro, man. Ja, dat wel. Ik kom met de 2.0 van. Wow. Van jou te doen toch? Ik zie je bent vandaag, je bent groen en zo, man. Snap je? Gezond en zo. Ik kom in een goede keuken, dus ik denk ik kom groenig. Maar ik ga je eerlijk moeten, je swag is mooi en zo, maar je gaat dit moeten lossen. Dit? Ik weet niet. Ja, je moet een schort, hè? Maar kan dit niet gewoon een schort zijn? Nee, oké, het mag van mij. Nee. Maar lijkt me een dure schort, man. Is die slim, is die slim. Mag ik dat? Ik neem het voor jou, ik neem het voor jou. Oké, thanks. Gaetan! Ik heb voor jou wel iets wat past bij jou. Aangezien je groen bent vandaag, dan krijg jij een groene schort om. Ga je me beëdigen? Ik beëdig je. Bij deze bent u. Gemoedjafai. Wauw! Ja, dit zijn mijn dingen. Ik voel me vandaag een beetje geel. Oké. Pineapples gooien, alles is pineapples gewoon vandaag. Pineapple. Citroen en zo, gezond ook, ik doe mee. Oké, let's go. Papi dan, pa. Ik ben een man, ik mag niet klagen, gaat goed met mij, man. Gezond en wel, hoe gaat het met jou? Het kan altijd een tonnetje beter, maar we klagen niet. Deze had ik laatst voor het eerst, of was jij het ook? Oh, jij was het. Rustig aan het dakken. Het is een lekkere lijn. Jullie mogen hem stelen hoor, hij is Het is een lekkere lijn. Ja, toch maar koud, hashtag me gewoon, je weet hashtag Mucha's. Je zou het toch? Goeie. We gaan vandaag wat lekkers maken. Aangezien jij zo gezond bent, gaan wij een groenjang maken. Wauw. Voor de mensen die niet weten wat een groenjang is, dat is grondeten. Dat is een Surinaams dingetje en het heet Heri Heri. Dat is bakkeljauw of kabeljauw, batjauw. Hoe moet ik het eigenlijk noemen? Ja, we zeggen gewoon bakkeljauw toch? Wij zeggen bakkeljauw. Jij zegt bakkeljauw. Bakkeljauw gewoon. Ja, bakkeljauw. Nou, we gaan bakkeljauw bakken. En dan hebben we de cassave, zoete patat, groene banaan, net als je shirt, gele banaan, net als mijn shirt, want ik hou van die gele banaan. Oké dan. Ja, van die gele bananen? Ja, maar zoete banaan is echt spannend. Oké. Eieren en aardappels. We gaan iets lekkers doen. Moet je wat drinken trouwens? Ja, graag man. Doe maar iets. Je krijgt iets lekkers van mij. Oké. Dus vandaag, we houden het bij de kleuren. Ik ga je straks iets zeggen over wat de kleuren over mensen zeggen. Vertel jij mij nu maar wat deze kleur over mij zou zeggen. Ja, maar dan moet je ze allemaal erbij pakken. Allemaal? Moet je ze even allemaal erbij. Je gaat gewoon in mijn koelkast? Ja. Dan moeten we even allemaal... Ik voel me thuis. Hij is omdat ik me thuis voel. Oké. Oké, dus je hebt deze, wat missen we? Deze en deze, toch? Ja. Ja, dat zijn ze. Oké. Praat. Geel. Ja? De eerste zijn sowieso allemaal goed. Ze zijn allemaal wel lekker. Ja. Geel. Ananas. Wie woont in een ananas diep in de zee? SpongeBob. Oké, die man is niet... Nee, is niet SpongeBob. Is wel SpongeBob, Oké, die man is niet zo slim. Deze, die man... Maar ik heb geel aan, hè? Nee, maar dat is geen disrespect naar jou, maar deze, zeg maar, als deze je favoriet is, je denkt niet echt na. Je bent geen denker. Ja, je bent op pineapples. Oké, pineapples. Deze! Deze ben je gewoon, mainstream. Je gaat mee wat in de mode is. Ik ga voor, nee, hij is lekker, hij is sowieso goed. Maar je gaat gewoon mee met wat in de mode is. Nee, ik ben niet echt. Je gaat mee met, ik ga door, maar hij is lekker, Neem mijn show over, ga. Dan komen we bij blauw, red grape. Dit is voor mensen die mogen apart doen. Snap je, kijk die mensen? Ja, wat het blik is blauw, maar het heeft red grape. Ja. Je wil gewoon, iedereen die naar rechts gaat, je gaat naar links. Ja, afvolgen. Dan heb je deze. Deze is gewoon altijd goed. Maar je bent ook best wel basic, maar is altijd goed. Oké. Maar voor de echte mensen met smaak... Is het ginger cream, de mensen, de onbegrepen mensen, de mensen die verder denken, komen met deze. Ginger. Ga eventjes de snijplanken erbij pakken. Oké. En je mag zelf nog een kleur kiezen. Nog een, oké. Wauw, oké. Ik ga voor blauw. Iedereen kiest altijd blauw, bro. Mensen vinden die blauwe echt... Ja, maar het is... Hé, maar het is wel echt een... Kijk, dit soort dingen geven je wel zin om te koken. Ja. Ik moet hem aanschaffen, dat is zeker duur, hè? Ik wil het niet weten. Nospang. Je ziet al aan dat ding dat het duur is, maar nospang. Oké, wat we vandaag gaan gebruiken. Ja. Jij mag ze pakken, hier. Zijn uien. Pak maar 2 van die shallot. Doe maar 3. 3? Mag ik van jou, even kijken, 2 tomaten. En even kijken, knoflook. Ja, die. Ja, eentje is genoeg, 1 bol is genoeg. Ja, 1 bol is genoeg. Even kijken, wat hebben we allemaal staan, hè? Dit is de Surinaamse basis. Juist. Selderij. Ja. Dus jij kookt niet zelf? Nee, man. Nee. Zelf koken, man. Ik ga vanaf vandaag, is die start. Ja? Weet je zeker? Nee. Maar... De feeling, je toch? Ik moet het mezelf aanpraten. Ja, toch? Ja. Wie kookt er bij jou thuis altijd? Echt mix, man. Moeder en vader. Ja? Beide wel. Ja. Oké, man. En ik heb zeg maar, bij mij kookte altijd mijn moeder en mijn vader ook. Mijn vader wat meer dan mijn moeder. En later ben ik zeg maar begonnen met koken. Ging ik echt, eigenlijk voor Atje en zo ging koken. Jij geen matties waar jij voor gaat koken, hè? Ja, nee, bro. Maar niemand van mijn matties kookt eigenlijk van, hey, boys, kom bij elkaar. Ik ga voor jullie... Of no, ik jok. Er is wel eentje tussen die dat wel eens heeft gedaan. Jawel. Naam. Ja'ir. Ja'ir. Ga hem die credits geven. Jawel, hij heeft het wel eens gedaan. Ik zit hier ook met de Mattie. Hij kijkt me aan van ik doe dat nooit. Maar we hebben allemaal... Ik gooi het zomaar in de mix. Hij wilde wegkijken. Hij niet, die was maar... diep in die Insta. Snap je? Maar Ja'ir geeft ik zijn credit. Hij kan even iets voor ons wippen. Ja? Maar jij was die guy, zeg maar. Ja, ik was die guy die altijd geen wippen voor al die guys. Fijne Mattie is dat, hoor. Ja, maar jij kan wel... echt koken. Jij mensen die kunnen koken, maar jij kan wel echt koken. Ja, love man. Jij kan ook echt presenteren. Ja. Snap je? Maar daarom, iedereen heeft zijn eigen talent, toch? Maar vertel me even. Ja. Ik las een keertje over jou. Dat je had een quote. Wat was die quote? Vriendschap is een illusie. Hey. Ja. Want ik zat te wachten. Daar vroeg ik je net naar je matties, toch? Ik heb je gevraagd, hè, want ik wil weten. Ja. Oké, maar dan... Zeg, vriendschap is een illusie. Dimi zit daar, toch? Ja, hij is veel in die tory, man. Hij is heel veel in die tory. Dit gaan we gewoon die hele aflevering vasthouden. Ja, maar hij doet zo. Hij doet steeds van, hé, fuck haar, waarom niet? Ja. Fuck haar dan. Is hij een illusie? Nee, wacht. Kijk. Ik moet even, voor deze moet ik even de camera pakken. Welke camera pakken is die? Nee, ik wil dat je nu Shana pakt. Oké, die? Oké. Beste mensen, dat ik dat heb gezegd, dat was een illusie. Dat wat ik voelde, was een waanbeeld. Wow. Je kan niet zeggen dat vriendschap een illusie is. Ik heb echt zulke mooie, oprechte, goede mensen om me heen. Rutte. En oprecht, op het moment dat ik daarin veranderd was, ik ben gegroeid, ik heb dingen gezien, meegemaakt, heb ik ze ook gezegd van, hé, excuses maar, jullie zullen je vast ook rot hebben gevoeld. Dus ik wil voor iedereen zeggen die met dat gevoel loopt, Dimi. Echt, vriendschap is geen illusie, maar het is echt iets heel moois wanneer je jezelf er echt voor openstelt. Maar ik moet wel zeggen, dat ondanks ik dat zei, was ik wel een goede vriend. Hè? Dus het was niet dat ik zei, vriendschap is een illusie en ik was... Nee, maar daarom vond ik het raar, zeg maar. Weet je, want ik had zoiets gezegd, hè, maar die man is altijd cool met die mannen om hem heen. Hij doet niet van, hey, fuck jullie of wat dan ook, snap je? Dat had ik niet. Dus ik vond het raar en ik dacht ook van, je bent altijd met Dimi. Ja. Weet je, en dan, hoe moet Dimi zich voelen? Ja. Nee, maar Dimi, ik had ook echt een keer een gesprek met Dimi en Dimi zei ook van, ja, ik vind niet zo tof dat je dat zegt, weet je, want ik ben gewoon iemand die altijd voor je klaar staat. Hij is ruw, ja. Snap je van, je toch, ik vind dat niet netjes en... Gewoon door het leven, of eerlijk gezegd is het, dus ik ging naar de psycholoog voor mijn emoties. Oké, maar dat is al een hele stap, hè? Zeker. Ga niet gewoon naar dat doen. Zeker, het is echt, bro, mensen denken dat je dat doet omdat je gek bent of zo. Maar je doet dat om jezelf gewoon nog beter te leren kennen. En juist ook preventief, van voordat er iets met je gebeurt. Ja, ben je al daar. Ben je al daar. En toen ik dat had gedaan en toen Expeditie Robinson had gedaan. Toen ik terugkwam, bro, het klinkt heel gek, ik was een andere mens, man. Maar Expeditie Robinson. Ja. Het is wat, daar eten we niet dit. Daar kunnen we niet dit eten, je toch? Ik ga eventjes die bachao koken, want we hebben net een stapje gemist. Oh, welk stapje hebben we gemist? Batja op vuur zetten. Oh ja, Batja op vuur zetten. Oké, laten we meteen alle andere dingen op vuur zetten. Laten we dat gewoon doen. We gaan alle pannen. Oké, we gaan alles op vuur zetten. Als je even nog een paar pannen wil pakken, alsjeblieft. Ja, joh, wat voor pannen heb je nodig? Grote pannen. Grote pannen, oké. Grote pannen. Zeg minder. Oké, dit is een hele andere pan. Ja, doe die. Deze? Ja. Dan moet die goed komen. We gaan die bananen zo in, aardappelen en zoete patat en cassave. Daar hebben we alles, toch? En eieren. Eieren moeten ook nog. Ik heb maar 4 pit. Maar we gaan roeien. Zoals jullie zien, laat ik Rotjes het ding doen. Normaal doe ik het, maar vandaag geef ik Rotjes het. Nee, man, ik let op. Ik doe mee. Oké, check. Wat gaan we doen? We gaan water zetten in alle pannen. Water. Ja. Paps. Je moet eigenlijk nog 1 hebben hier. Ja, snap je? Maar volgend seizoen. Ja, volgend seizoen. Dan naar Complex. Maar wacht even, even terug. Want ja, jij, zeg maar, jij bent succesvol in alles wat je doet, bijna. We gaan het daar ook even over hebben zo. Dankjewel. Maar we waren nog bij een broertje gebleven. Want hij was ook succes. Hij had een pokoe toch skrba. Hé, brada. Ik heb eigenlijk kwijt en met die tune. Hij had een paar tunes hoor, maar... Zeker, maar Skurba was gewoon, die voelde je echt. Ja, die was echt die tune. Zoetjes uit de top, Skurba. Nee, maar hij is echt mijn broertje. Zo deed ik niet in de club, hè, wacht. Ja, oké. Zo ben je wat, hè? Nee, zo deed ik niet in de club. Ik dans zo alleen thuis. We gaan verder. Geen commentaar, ik heb hem nog nooit in de club gezien. Ik beroep me op mijn zwijgrecht. In ieder geval, mijn broertje... Superster, hij is echt een superster, man. Dus, ja, maar het is met Jigga, man. Altijd talent gehad, nog steeds. En hij heeft nog steeds niet eens helemaal kunnen laten zien wat hij allemaal kan. Deze jongen is zo talentvol. Hij heeft zoveel duizenden tunes liggen, dus ik wacht echt op het moment dat hij echt los gaat laten. Moet hij droppen toch? Dat is het enige wat je kan die dingen hebben liggen. Ik ken nog een andere Jigga die zo doet, man. Dat is het. Ik heb veel mensen die van maar... Ik heb liggen op een planning en zo. Vriend, vandaag is vandaag. Mag ik die laatste pan nog? Zeker. Snap je? Vandaag is vandaag, dus hij moet het even... Ja, maar het gaat wel komen. Ik ga hem gewoon zo erin zetten. En gewoon in 1 keer, badam. Ja, toch? Pak handschoenen. Ja, dat mag jij eigenlijk doen. Doe jij dat? Oké, ik doe het wel. Dit is mijn specialiteit, snap je? Wat, Batjau? Ja man, Batjau erin zetten. Je kookt niet keel, praat je. Ja man bro, vanaf vandaag ben ik een nieuw mens, dat is wat ik je uitleg. Ben je Batjau specialist na vandaag? Snap je? Oh. Je kan me bellen om die Batjau in het water te zetten. Dit is wel echt de lekkerste hoor, ga je eerlijk zeggen man. Ja maar dat leg ik je uit toch? Nee. Oké, we gaan dan. Gewoon. Ja. In welke gaat deze? Die gaat in die grote pan. Kijk hier, ik ga het helemaal... Ja. Je gaat 1 voor 1 doen. Ja toch? Oké, leef je uit. Met beleid bro. We doen dingen met beleid. Maar wat kan met jou eigenlijk? Is er iets wat jij niet kan? Poker. Ja, toch? Ja, na vandaag kan je dat ook. Oké, na vandaag kan ik dat ook. Maar je bent tv-presentator. Wat doe je eigenlijk allemaal? Je bent dit mag erbij hè? Die mag erbij, oké. Ja, want de crew wil ook eten. Wil de crew ook eten zometeen? Dimi, wil je ook eten zometeen? Eerlijk, ik hoor de crew niet. We kunnen gewoon 2 mans eten, man. Ik hoor, niemand zegt van ja of zo. Niemand wil enthousiast doen. Ze zijn van ja gegaan. Ja, bougie, hè? Ja, man. Ze willen interessant doen. Nu is het klaar voor ze. Nee, maar wat kan ik niet? Jij bent ook multitalented, toch? Want je wat? Ja. Je bent presentator. Je bent rapper. Ja. Je bent wat nog meer? Je bent lifestyle coach. Wat ben je nog meer? Presenteren, of dat nou YouTube is, tv, whatever. Ja. Programma's bedenken, ben ik ook heel veel mee bezig. Oh, je hebt je eigen mediabedrijf natuurlijk. Ja, productiehuis inderdaad. Ja, vet man. Dus we zijn nu ook bezig met dingen produceren, ondernemen op verschillende vlakken, managen. Ik manage ook boys met Dimi. Oké, hard. Daar zijn we ook mee bezig om jongens gewoon te begeleiden. En dames, jongens en dames te begeleiden. Ja, dat zo'n beetje. Ja, muziek maken natuurlijk. En, ja, weet je het is? Hé, wacht, je moet me ook laten snijden. Ik moet leren, bro. Oké, wacht, maar je mag die aardappelen. Oké. Hoe flip ik hem? Eerst door midden, moet die kwart, moet die... Maak kwartjes, dat kookt sneller. Kwartjes? Ja. Dus dus gewoon kwart. Nee, G. Kwart is dit. Kijk, ik ga even bij die kleine doen, ja. Kijk. Dus in de lengte door midden. Lengte. Breedte. Midden. En dan heb je... Kwartjes, ja. Snap je? Dat is wel logisch. Oké. Kijk. Ik leer snel, hè. Kijk. Lengte. Hupsakee. Midden. Duimboy. Nee man, Chictori. Kijk, kwartjes. Kijk mensen, en zo leer je. Hey, ik zeg je eerlijk. Weet je wat ik besef? Koken is eigenlijk niet zo moeilijk. Eigenlijk. Het is niet moeilijk. Je moet weten wat je doet gewoon. Ja. Maar jij hebt weer van je geniet van het proces. Je zit erin. Geniet je er nog steeds van na al die jaren koken? Elke dag dat ik kook geniet ik ervan. Ja man. Kan niet, het is een ding van je geworden dan. Ja. Het is onderdeel. En het is ook een beetje, kijk, we hadden het net over therapie. Mm-hmm. Zeg maar, voor mij is het een vorm van therapie. Ja. Ik heb eventjes dat ik zone out gewoon uit niks, even alleen maar, dat gewoon man. Ja. Dat is gewoon lekker. Kijk, net als hoe we nu zijn, weet je, ik denk aan niks anders. Ik ben gewoon bezig met jou, we zijn vat aan het breken en met het koken gewoon. Snap je? Dus het is gewoon een stukje, dat is mijn therapie, zeg maar. Kleine recap, ik heb de tomaten net gesneden. Of we hebben de tomaten gesneden. Hey. We hebben de uien gesneden. Selderij gesneden, knoflook gesneden, pepertje erbij. We hebben de bachao op vuur gezet. De bakbanaan, groen, geel en zoete banaan op vuur. En dadelijk gaat de aardappel, ei en cassave op vuur. Let go. Ai. Maar je bent dus een meneer de alleskunner. Ja. Je bent op tv geweest en jij bent die Expeditie Robinson, Sani. Kijk, ik had, als ik ernaar kijk toch, ik ga weer als ik dat ding doe man. Ik denk het. Hey, broodje slaap lekker. Hoe kom jij erbij? Ik ga niet meer expeditie. Ik gun het je van harte. Oké, dan leg maar uit. Wat is de dealie met daar eigenlijk? Oké, het lastige aan Expeditie Robinson is... zijn niet de proeven bijvoorbeeld. De proeven, ja, dat is het leukst, zeg maar. Maar alles daaromheen, dus het niet eten, niet goed slapen, de weeromstandigheden. Die luxe paardjes werden gek. Nou, niet gek, maar op een gegeven moment heb je wel van, oké. Kijk, op het moment dat je met jezelf begint te praten, had ik niet zozeer, maar op het moment dat je met jezelf begint te praten van, hé, je kijkt, je zit daar op het eiland en je denkt, hé, wat doe ik hier? Vanaf daar, bro, gaat het alleen maar bergafwaarts. Give up online. Daar, want je denkt, goh, wat doe ik hier? Ik heb een kind thuis, ik heb een vrouwtje thuis. Even, hoe lang was je weg? Ik was volgens mij 24 dagen of zo. Prima, het is gewoon een lange vakantietje. Een vakantietje waarbij je niet normaal eet, niet normaal slaapt, je bent niet met... Ik win die shit, man. Hoe kom jij erbij dat je het gaat winnen? Wat is je tactiek? Omdat ik A, handig ben, B, als ik zie dat mijn omstandigheden niet optimaal zijn, zorg ik altijd dat ze optimaal worden, zo optimaal mogelijk. Het eerste wat ik zou doen als er groenten en zo, of als er planten zijn en zo, zou kijken wat is eetbaar en wat niet. Kijk, tijgerblad is een groente die gewoon groeit. Ik zou gewoon kijken, ik zou echt gaan testen van tis sanigo. Als ik niet vaya ga, chap ik het gewoon. Rotje denkt dat we in Suriname zijn. We waren in Kroatië, Rotje. We zijn niet in Suriname met cassave aan de boom, banaan. Ah, even een cassave. Er waren stenen, takken, daar houdt het. Misschien vind je een muntblaadje ergens stiekem. Maar het is gewoon Kroatië, bro. Het is geen Filipijnen ook. Ik dacht, jullie waren op een tropische eiland. Nee, bro. Daarom zeg ik jou, dit ons seizoen was different. Ai pa, we hebben net alles op vuur gezet. Hierin zitten de bananen, cassave, aardappels, zoete patat, eieren gekookt en nou, tomaten gesneden, uien gesneden, selderij gesneden, pepertje, knoflook en de bachao. En de bachao, de bakkeljauw, de kabeljauw. Snap je? We gaan alles nu even in elkaar gooien. Wil je wat voor mij doen? Wil je even in de tussentijd even die sugar-free pakken? Ik wil het testen. Wauw. Ja, pa. Oké. Cherry bouquet, zero sugar. Zonder suiker. Ik vind het wel spannend. Ik ben echt benieuwd, man. Het is wel een momentje. Benieuwd, man. Ja, man. Dit is de eerste Fernandes die sugar-free is. We zijn trouwens niet ingehuurd om dit te zeggen. We willen het oprecht gewoon proberen. We willen gewoon weten, maar we gaan je ook eerlijk zeggen als het faya is. Niet veel voor mij. Oh ja, hé, zoveel zet ik, man. Zet weinig voor mij. Ja. Die is voor jou nu. Ja, boom. Oké, ga jij maar eerst. No, pa. Jij eerst. Tegelijk. Nou, het ruikt als... Ik vind het zo slecht, hoor. Ja, nu mag je wel veel. Dit is sugar-free, toch? Oké. Een gezonde man. Ik zou deze eerder gewoon aan mijn kind geven. Ja. Zodat ze niet blijven rennen. Snap je? Dan geven ze gewoon deze, zeggen ze het is die echte. Oké, check wat ik heb gedaan. Ik heb hier de kokosolie in gegooid. Echte kokosolie, die van Helens, die echte. The real deal. Daar heb ik hier de knoflook gaat er nu in. Wow. Als je eventjes een spateltje wil pakken, daar zo grijs, dan kies maar welke je wil. Grote, kleine, maakt niet uit. Nou, kijk eens zo naar die. Naar die, je zegt spatel. Ik moet gewoon. Kijk eens. Okay, ja, oké. Ja. Oké, daar, we gaan hem. We gaan hem. Oké, dit mag hierbij. Ik pak even een lauriertje. Deze is heel belangrijk, hè, het pepertje. Die gaat hem. Die aroma. Die gaat hem echt naar de next brengen. We gooien de. Dit mag jij doen. We gooien de tomaten en de uitjes erbij. Alles, hè? Alles, alles gaat erbij. Alles, alles, alles. Wauw, 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 wauw. Dit bewaren we, de selderij, die gooien we als laatste erin. Oké, waarom komt die als laatst? Omdat dat vers moet blijven. Wauw. Dat is niet gebakken te worden. Hoor je, hoor je. Dan echt die... Hé, maar wacht even. Ja? Jij kan echt koken, dus je hebt sowieso in het verleden, zeg maar, ook dames voorzien met je kookkunsten. Ik ben altijd getrouwd geweest. Oh, nee. Altijd. Ja, ja. Ik hou van mijn vrouw. Je bent altijd sinds het begin? Altijd. Ja, maar je bent toch niet sinds je 16 bent? Sinds ik 17 ben. Hé? Wow, oké. Oké. Sinds je 17 bent. De liefde die ik voor mijn vrouw heb is nog ouder dan dit gerecht. Wauw. Neem in jullie lijst. 17 bent, bro? Ja, toch? Ja. Wat mooi, man. Dat hoor je niet vaak meer. Begrijp je? Is een origineel dingetje, weet je? Wauw, sinds je 17 bent. En nu we het over orgie dingen hebben, toch? Weet je waar dit gerecht oorspronkelijk vandaan komt? Ik heb geen idee. Nou, dit is een Surinaams traditioneel gerecht. En het is eten wat eigenlijk is een samenvoegsel van alle aardvruchten die je in Suriname kan vinden. Het is verschillende soorten aardvruchten, net zoals we in Suriname met verschillende soorten mensen leven. In één land, snap je? Heel veel verschillende mensen, culturen. Juist. Ja. En daarom maakt dit een van de lekkerste gerechten, puur omdat het alles bij elkaar brengt. En qua smaak ook nog heerlijk is. Dit is wel een van mijn favorieten. Dus snap je? Ik weet niet hoe je het hebt uitgekozen, maar... Ja, ik dacht aan jou, ik dacht Heri Heri, man. Oké. Het is skin Firi, laten we het daarop houden. Mijn lichaam dacht het. Mooi gezegd, mijn lichaam zei van ai. Ja. We hebben alles al opgeschept. We hebben hier de cassave, zoete aardappel, groene banaan, gele banaan, aardappel, ei. Wat meer? We hebben hier nog de... bakkoyau, batjau. En wat we nog missen was de selder. Ei. Ja man, maar dit? Oké, check wat we gaan doen nu. Oké, jij mag het opscheppen. No, want ik wil die opmaak niet verpesten. Je gaat het niet verpesten. No. Kijk wat ik doe en doe het daarna. Oké, zeg minder. Ja, oké, check. Ik zeg je eerlijk, mensen, als jullie het konden ruiken, het is... Doe drie schepjes, pap, zo. Want we doen nooit aan weinig. En dan zetten we die xie erop. Wauw. En dan zetten we deze ei even hier erbij aan de zijkant. Hoe belangrijk is opmaak? Ik vind het heel belangrijk, maar kijk, in de Surinaamse keuken, onze eten is gewoon altijd bam, veel. Ja. Snap je? Ja, dus ja. Ik vind het wel, het moet er wel leuk uitzien, maar ik ben niet down met die soort... culinaire restaurant bullshit. En dan heb je één hoekje zo, heb je een klein dingetje. En dan ziet het er echt mooi uit, maar je buik is nooit vol. Oké, dus smaak wel boven. Smaak sowieso boven opmaak. Smaak boven opmaak, altijd. Ik hoor je. Oké, dan gaan we proeven. Oeh, ik ben benieuwd. Ik ga het wel met gele banaan proberen. Dit is trouwens een gerecht dat we met de handen eten, dan weten jullie dat. Ik wel, ik kan het met vork. Sommige mensen eten alles met vork, maar ik niet. Ja man, deze niet. Waarom? Maar dit kan je eigenlijk niet echt oppakken. Hij is wel gelukt, ja. Hij is wel gelukt. Hij is meer dan gelukt. Ik wil jullie zelfs afsluiten en gewoon door solo gaan eten, maar... Snap je? Oh, weet je wat? Ik moet je wat zeggen. Ja. Als ik kijk naar presentatie... en naar smaak... denk ik dat ik je... Oh, 5 ga geven, man. Je krijgt 5 blikjes, man. Ja. Van de hoeveel? Van de 5G. Ik dacht, bro, die man komt met de opbouw van, hij gaat me echt een goed cijfer geven. Ik dacht, die man geeft... een goed cijfer? Ja, maar ik dacht 5 van de 10. Waarom 10? Je hebt 5 max G. Ah, ja, maar ik loop. Nee, maar thanks man, bro. Ik vond het ook super tof. Ja, maar dope dat je er was, man. Je mag dit meenemen, ga lekker eten daar. Ga ik lekker afsluiten uitstaan, jongen? Nee. Je neemt dit ook mee. Nee, ik blijf nog lekker. Nee, ik ga echt gaan. Oké, grappies. Rustig aan. Hoi. Love, thanks. Hi mensen. Nou, dit was dan weer een aflevering van Ché Mucha's. Ik heb mijn mattie Défano was hier. Die man heeft een traditioneel gezond gerecht gekookt. Maar, nogmaals, bedankt voor het kijken. Het was een dope show. Dope aflevering. Dope gast. Heeft veel verteld. Ik heb nieuwe dingen van die man geleerd. Nog meer respect voor die man. Ja, check ons gewoon. Fernandes, Complex en Mucha's. Love. Later, spes. Pauw. Toma.